Boom! Het is tijd weer voor een gekke simulation game met Jelle. Het is wel een hele gekke simulation game. Het is niet Farming Simulator, maar Pure Farming 2018. Ja. Dat een soort van concurrent is van Farming Simulator. Ik moet me toch telkens weer afvragen, waarom heeft het bestaansrecht? Ja, wie en waarom is er nu een concurrent? Ja, meerdere zelfs. Er zijn er heel veel in dit soort simulation dingen. Ik kan het je ook niet helemaal vertellen. Ik moet zeggen, de ene kant snap ik er wel de charme van. Net zoals, nou, ik kan het je wel vertellen. Dit is hetzelfde als wat jij hebt met voetbalmanager. Stats, geld, nieuwe combine kunnen kopen. En het ook nog eens kunnen uitvoeren. Oh, dus je bent wel echt een boerderij aan het managen. Je bent een bedrijf, maar... ja. Ja, oké. Ik dacht dat het altijd een beetje stom was op je tractor rijden. En nee, niet, lang niet alleen dat. Tuurlijk heb je ook van dat soort dingen. Zoals hier heb je drie... ja, je hebt trouwens ook custom... oh, dat is trouwens gewoon mijn fucking mannetje. Wat een graphics, man. Ja, nou, maar dat is een ding. Ik vind het altijd zo vervelend dat die games er altijd zo letterlijk simulator... Simulator heeft een bepaalde soort van look en feel. Ja, dat is heel klinisch. Google 3D-objecten gewoon er ergens ingedonderd zijn. Dus hopelijk is dat in-game. Het ziet er zeg maar niet uit zoals dat plaatje. Nee, dat plaatje is super vet. Weet je, er zit een mooi filtertje overheen. Dat het er een beetje. Kijk hier, dit plaatje inderdaad. New game. We hebben hier Free Farming. This is what fans of the genre like most. The level of finance you start with is entirely up to you. You want to retain full control of your game. Choose Free Farming mode and enjoy. Do anything you like. Nou, laten we gaan except farmen. Except for rape. Nee, dat is misschien even te moeilijk voor nu. En je hebt Farming Challenges. In Montana, in dit geval. Colombia. Wat zullen we in godsnaam in Colombia gaan verbouwen? Coca. Ja, dat kan dus niet. Je kan hier alleen, dit zijn missietjes, korte missietjes. En hier staat dus een jungle in de fik. Korte. Ja, jungle in de fik. Maar laten we gewoon My First Farm gaan doen. Save your family. Oh, oké, dat is dat niet. Hier, hard working man. Your last farm. It was a whole life. Zijn we in Montana? Waarschijnlijk zijn we in Montana nu, hè? At that time, I didn't realize dus zo'n boeren hebben ook tablets, zie ik. Tegenwoordig, tuurlijk. Boeren, en dat is het grappige, dat zou je helemaal niet denken, maar agrariërs hebben heel veel, die hebben best wel veel met technologie. Dus ook soms niet, soms wel. Maar gewoon veel te maken met natuurlijk nieuwe techniek. Dus zeker weten dat die mensen tablets hebben. And so my grandpa died before a decent success. Ja, okay, cool. Zet even dit geluid uit. Ah, oh, ja, het is dubbel. Hier. Remember to take care of the farmlands. Cultivate them and fertilize regularly and your crops will be even richer. Is het zo regular lief? Volgens mij hebben we het echt maar één keer of zo. Beetje fosfor, nee. Beetje nee, stikstof erover. Moet meerdere malen doen. Gewoon lekker schijten op die tarwebloemen van je. Nou, dat is ook een ding. Ik heb niet zo heel veel met cultiveren van gewas. Nee? Ik ben maar melkkoeien vind ik. Maar hoe is deze game überhaupt bij ons terechtgekomen? Via het internet. Dit. Maar bij ons twee bedoel ik. Waarom wij? Waarom zitten wij hier? Ik speel altijd spelen. Gekke simulators. En ik heb natuurlijk op de boerderij gewerkt vroeger. Oké. Okay. Jij niet? Nee. 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 Ben jij een stadsjongen? Ja. Ik niet. Echt, ik kan er niet tegen, denk ik. Het is wel grappig dat ze me op de boerderij noemden ze mij dan de stadsjongen. Jij was de meest stadsjongen van de boerderij. Ja, zeker. En jij bent van de stad bij de meest boerenjongen. Ja, ja. Ja, nou, inderdaad. Dus dat, ik ben benieuwd. Hier sta ik. Hou. Zo. Okay, dit bedoel ik. Dit ziet eruit als de Sims jaren geleden. Ja, en er zit ook een tikje in de camera. Ik doe even read e-mails. Ik ga even mijn e-mailtje checken. Kijk, Gekka Doemrijder. Dat staat ook op mijn account. What the fuck? Dat is mijn boerennaam. Gekka Doemrijder. Gekka Doemrijder. 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 Bankloan. Bankloan. Hey, ik heb 3 ton bijna gehad. Dat is top. En dan moet ik inderdaad repayen. Wanneer, hoe lang moet ik dit repayen? Het staat er niet echt bij. Zo snel mogelijk, denk ik dan. Movement. Even kijken. Let's go. Ja, dat snap ik. Oh, de tutorial staat op de tablet. Vind ik best wel slim. Pure farming. Hier, dat. Is dat dan echt met tablet? Het is wel echt een lelijke Android tablet weer. Ja. Jammer. Hier, bam. Jezus, man. Ja, dat is wel gelijk al. Weet je waar ik ook heel erg aan moet denken? Nou? PUBG. Ja, PUBG heeft ook die simulator look, inderdaad. Zeker weten. Wat denk je wat dit is? Skipping the night. Nee hoor, dat hoeft ook niet. Oké, ga nu looten. Pak je die schuur, pak je fucking shotgun. Ja. Gang, gang, gang. En dat is wel een soort van, ik moet zeggen... hij rent ook hetzelfde. Ik boeren niet heel veel zien, heb zien rennen.
Find the Potato Storehouse, number one. Number one. Zal dit hem zijn? Dit is hem. Ik denk dat het hem was. Sick, hè? Denk je dat ik de deur open kan? Oh, dat gaat automatisch, dude. Wow. Ik heb die tablet in mijn hand. Je hebt gewoon die fucking Tony Stark Potato House. Find the... Go to the shed. Wat is de shed? En dan ga ik gewoon doorheen. Nou, hier is niet de shed. Klein schuurtje. Is dat de shed? Dat is denk ik de shed, hè? Staat er hier nog wat anders? De shed. Die als je zoveel land hebt, dat zou wel fucking insane zijn, toch? Kijk nou. Is dit de shed? Nee, dat is natuurlijk de graanschuur. Kom je nu wel uit de potatoschuur? Nee, zie, komt uit de graanschuur. Dit is wel sick, ik heb best wel een grote boerderij. Weg. Maar je bent niet naar de potato storehouse gegaan. Ja, echt wel? Nee, dat was dus de graanschuur. Oh, sick. Oké, nou, dan ga ik gewoon nog een keer kijken op de map. Kijk, zie, dat is toch tarwe of graan of weet ik veel. Potato? Ja, wat is dan een potato, hè? Dit is eieren. Dat is een potato, zou ik zeggen. Wat, dit? Nee. Dit is een veld. Ja. Dus eigenlijk zou het hier ergens moeten staan. Dit is nog een veld met andere dingen. Dit zou het kunnen zijn. Nee, dat is niet potato. Een greenhouse. Dat is een greenhouse, inderdaad. Oh, dat staat er nu ook. Ja. Vet. Dan kan ik gewoon... Potato house, storehouse number one. Dat heb ik snel gevonden, hè? Super snel. Staat het nu gehighlight? Nee. Moet ik het nu echt gaan vinden? Potato storehouse number one. Ja, oké, anyways. Dat. Rennen. Ja, godverdomme. Wat doe je nou? Ja, ik wilde nog harder rennen. Hij rent echt heel weird. Wacht. Waarom de fuck pak ik niet gewoon mijn fucking... Heb ik een auto of heb ik alleen een trekker? Zou je er gewoon mee kunnen crossen, denk je? Ja, tuurlijk. Daarmee ga ik naar de potato house. Maar een echte boer heeft toch ook gewoon een motor op zijn... Een kwadje of, ja. Of een motor, zeker weten. Ja, ik sta er weer uit. Heel top. Wat zei. Nou. Gaat hard zijn. Dit in het land van Obama. Denk je dat ik kan schakelen? Nee, man. Dat is L1 en L2. En dan? L1 plus R1 staat er. Geen idee. Een menu van het wat je eronder ziet. Kut. Want ik ben helemaal voorbij. Dit is het. Ja. Ik ga even achteruit. They see me rolling. They hate me. Ik ben er. Oké, nu moet ik naar de shed. Go to the shed. Dan ga ik even kijken waar dat is. Oh, ik heb een nieuwe mail gekregen trouwens. You're here. Ik ben er. Van Chris. Supervisor die heeft je gemeld. You're here! Ik ben een supervisor. Word ik supervised? Ja. Yeah. Wat is dat voor fucking bullshit? Kijk je ook, ik heb ook de serie op. Ik zit even te kijken waar mijn fucking map is. Hier is mijn map. Zal dit de shed zijn? Nee. Dat is de pigsty. Pigsty. Dat is de tomato bunker. De bommenfabriek, man. Jezus, kan ik uitzoomen? Of jezus, hey, hoe groot is die fucking? Ik zit aan het water zelfs, joh. Wat gruw. Jezus. Dit is natuurlijk veel te groot, man. De appel shit, de pear. Het is helemaal geen appel. Oh, dit zijn zonnepanelen. Meer peren. Met wel een hele groene boer. Waarom? Ik zie allemaal windmolens staan. Ja, zie, windpanelen. Shed 5. Is dat dus waarschijnlijk niet de shed. Maar dit is dus het teken van de shed. Waarom staat er een drone? Kan ik met een drone vliegen daar? Zijn we de universe? Drone landing pad. Jezus. Ik kan wel droneren kunnen. Gewoon een car wash ook daar, man. Man, wat is het te groot. En daar is de beerenshed. Ik denk dat dit shed 4 is. Shed 6. Oké, dan staat het dus helemaal aan de... Daar staat er nog een shed. We hebben een heel vakantiepark, man. Shed 7. Gaat alleen maar omhoog. Hier ben ik. Nou, de groene? Ja. Het is wel een shed logo, alleen het is groen. Ik denk eigenlijk dat het... Het zou goed dit kunnen zijn, hoor. Kijk ik eventjes rond. Ja, dat is gewoon hier, go to the shed. Het staat daar. Ik zie ineens een pointer. Turn on the cruise control. Dat zei. Zonder handjes. Vet, hoor. Ik word hier dus heel rustig van. Ja? Ja. Maar je doet niks. Ja, man. Ik ben naar de shed aan het gaan.
Hey, zometeen een soort van gaan we natuurlijk echt fat money, mad money maken. Maar heb je ook die normale Farming Simulator gespeeld? Ik heb dat wel eens gespeeld, ja. Is dat anders dan dit? Ik moet zeggen dat ik in mijn hoofd niet meer heel erg in mijn hoofd heb inderdaad dat je echt een soort van kan rondlopen shit. Maar het is ook wel weer een tijd terug. Hier, you've received a new email. Get in the tractor. Ja, yeah. Enter the workshop. Waar is de workshop? Dat is daar. Hier. Denk je dat... Ah, daar staat dus mijn auto. Zou je daarin kunnen, denk je? Denk je dat ik andersom kan staan? Ja, dat kan ook. Super nice. Approach the computer. Heel sick. Welcome to Montana. Vehicle diagnostics. Nou, repair the tractor. Repair all. 3000 piek. Waarom? Ik heb dat helemaal niet nodig. Dit is allemaal goed. Rear lift. Ligt eraan wat ik ga liften. Het is zo onnodig. Moet ik dat nou allemaal doen? Dat kost wel geld, man. Ik heb net wel 300 piek. 1000 piek gehad. Bam. Nu heb ik ineens 10 mailtjes? Ja hoor. Head to head with a machine. You've learned how to drive a vehicle, zeker weten. Go to the edit field. Attach the header. Kijk. Get in the combine. Combine harvester. Ja. Probeer eerst even in die auto. Ik wil ook weten of je in die auto kan crossen. Tuurlijk kan ik in die auto crossen. Ja. Yeah. Nice. Kan je een beetje crossen ook gewoon. Dat is mijn handrem. Kan je door het veld heen rijden? Tuurlijk. Die crops helemaal naar kloten rijden. Waar denk je dat mijn handrem is? Je hebt geen handrem, man. Nee? Het scheurt best wel goed eigenlijk. Hier, hop. Bijna mijn hek kapot. Zou dat hek kapot gaan als je er tegenaan rijdt? Laten we dat eens even proberen. Of zou je echt keihard je auto crashen? Dat is goonk, nee, ja. Zo tegen zijn hek aan. Nee, dat denk ik inderdaad. Kijk maar. Ik vind het altijd zo stom. Hè. Het is inderdaad wel een beetje hoenig, maar ja, je hek moet niet kapot gaan in die fucking. Ga eruit. Ook zo'n plastic stoeltje zo, net buiten combine. De deur. Combine. Raar woord, blijf ik dat altijd vinden. Combine. Ik heb nog nooit in een combine gereden. Attach the header. Oké, die staat niet daar. Je ziet helemaal geen stront. Ik ben hier in de auto zitten. Jawel, man. Zal ik ook even mijn pet naar rechts. Zie je handen niet? Ah, hij heeft geen handen! Ik heb geen handen, vriend. Leave the vehicle. Ho. Attach. Dit werkt, dat ziet er wel sick uit. Harvest the crops. Nu. Harvest the crops. Waar dan? Go to the edge of the field. Rechts van je in ieder geval. Ja. No. Kijk, zo hoort dat. Piep, piep, piep. Hatsij. Dan moeten we hem straks natuurlijk aandoen. Oh, nu wordt het sick hoor. 2 views, meer niet. Ik heb wel weer 11 mailtjes nu. Zet die strimmer aan. Leave the vehicle? Nee, ik wil gewoon dat die strimmer aangaat. Hoe doen we dat? Harvest the crops. Denk je echt dat ik er gewoon overheen moet rijden? Ik moet hem toch aanzetten? Ja. Ik moet hem wel aanzetten. Ja, oké, dat werkt niet. Dus nu moet ik even... Ga ik even terug. En nu ga ik in mijn fucking op mijn tablet. Wat is dat L1, L1, R1, R1? Ja, dat zijn meer, dan kan je meer controls zien. Dat is heel weird. Zie je? Maar dan zie je toch ook... Turn the lights on, turn the beacon on. Whoa. Windscreen. Turn the windscreen wipers on, maar dat doet het niet. Misschien hoeft dat nu niet, maar... Moet je niet... Oh, wacht. Sorry. Nee, is sick. Die zetten we even aan. De beacon. Ik weet niet wat de beacon is, maar... Ja, moet ik toch even lezen. Using a combine, precies. Daar krijg je gewoon een mailtje voor. Jezus, L1, de harvesting mechanism. En dan moet ik hem naar beneden doen. En dan turn on the header. Turn on the header, oké. L1. Eerst L1 vierkantje, dan L1 naar beneden. Rechts, en dan kruis. Ja? Oké, naast het aan. Staat nou aan, naar beneden. Dus nu doe ik hem naar beneden. Stond er gewoon eens onder in het beeld, hè? En dan L1 plus kruisje. Work. Work. Let's say. Sick hoor. Ik denk je dat ik alles moet doen? Ik hoop het niet, want het duurt echt heel erg lang.
Ik ben niet goed in keren. Ja, ik moet even kijken, een soort van normaal gesproken. Ik zou dan zeggen dat je dat dus echt. Ja, dat je dat echt zo moet doen. Of nou, dat zal niet het snelste zijn als ik dat nu doe. Ik denk eigenlijk dat je een soort van slakkenhuisje moet rijden. Ik denk dat je gewoon met je handrem zo moet skidden. Nee, jongen. Nee, jongen. Ik mis gelijk nu een soort van mijn broertje doet dit soort dingen natuurlijk. Ik mis gelijk in die auto een bakkie. Dat je lult met andere gasten om je heen. En echt heel slap loopt te lullen. Eigenlijk alles wat wij ook doen. Zeg maar buren, boeren of wat? Nee, gewoon de weet ik veel, andere gasten die, weet je, boer is niet zo heel veel in zijn eentje. Hier ben je, waar gaan we? Ik ben niet echt heel erg goed hierin. Ik ben echt heel goed hier. Laat de hele tijd dingen gewoon recht overeind staan. Waar dan? Het zijn niet hele rechte stukken die je doet. Nee, dan moet ik ook even wennen. Ik ken deze combine nog niet. Ik moet straks wel tanken, denk ik eigenlijk. Ja? Oh nee, je moet hem straks unloaden. Heel vet. Ik word hier dus wel echt heel rustig van. Kijk, zie je dat? Dat er gewoon nog dingen overheen staan. Twee sprietjes daar. Ja. Oh, dus je werkt niet goed. Ik doe het echt heel goed. Niet alles hoeft. Ga te wild, jong, pardon. Ga eens gewoon links. Ga eens gewoon off the beaten path. Jij bent altijd van tegen het conformisme. Ja, rijd nu achjes gewoon door de hele dingen. Nee, man, dat kost meer tijd. Dan dat ik het zo doe. Snap je toch? Hier, dat dingetje. Ik ga nu wel eventjes een. Voor jou maak ik een. Ga ik gewoon langs. Zo, wat zei. Nu langs deze kant. En dan. Volgende keer. Je weet toch, een soort van. Ik heb dit soort dingen gedaan. Daar moet structuur in zitten, man. Dus ik conformeer je aan dit. Ja, omdat ik weet hoe het werkt. Ik weet gewoon dat het snelste is en het best werkt. Als je het goed doet. En dit is een simulator, hè? Ja, meaning? Dat ik nu mijn best moet doen, zoals ik het in het echt ook zou doen. In het echt zou ik niet mijn windwiper aanzetten, maar dat is echt het enige. Maar dan zou ik het ook gewoon doodserieus nemen. In het echt zou je ook niet al 20 mailtjes hebben gehad omdat je schuur hebt gevonden. Nee, dat is waar. Dat is wel vervelend. Stoort me ook wel aan in die fucking tablet. Ik wou dat die tablet thuis had gelaten. Ja, ik stoor me ook aan het feit dat ik een supervisor heb, inderdaad. Kijk, nog één dingetje en dan moet ik denk ik unloaden. Zie, laat weer sprietjes overeind staan. Ik heb het in sprietjes. Pik. Hierna ben ik wel vol, denk ik. Ik ga hem even unloaden dan, hoor. Heel sick. Ik ben benieuwd waar ik moet unloaden. Hoe groot zou zo'n team zijn dat deze game maakt? Ik kan nooit groot zijn. 40. 40? Ja? Dat laat ik speciaal voor jou staan. Wat zei? Ik ben benieuwd of hoeveel kijk, ik zit vol. 200 XP erbij, had je idee. Get in the tractor. Ik zit in de. Hè? Get in the tractor? Waarom? Ik moet het toch fucking unloaden? Wat is dat voor gelul? Oh. Get in the tractor. Gaat dat ding nou doordraaien? Nee, dat niet. Hij wordt ook gewoon vies. Waar is dat? Oké, maar het is ook zo raar dat hij vol zit, terwijl al mijn shit ligt daar. Wat nog geharvest moet worden. Oh, dat ga ik natuurlijk nu doen. Ik ga het nu naar binnen tillen, denk ik. Oh, drukte weer eens het verkeerde knopje. Klein trakkertje. Waar is die? De tijd gaat wel ontiegelijk hard hier op de boerderij, man. Echt, elke seconde is er een minuut voorbij, man. Ik ben niet echt van het slapen, man. Hier had zij. Verder naar achteren, man. Verder. Ja. Zo, ja. Oh. Puts! Gebeurt wel bijna allemaal vanzelf, hè? Ja, dat is natuurlijk onzin, maar. Al kan het trouwens wel, je kan ze wel vastrijden. Pour the crops into the trailer. Nu heb ik weer een mailtje gehad, zeker of niet? Ja, 14 mail. Leuk dat die. Pouring the crops. L1 en R. Was dat het enige? Ja. Psyched. Zie die kutsprietjes nog overeind staan overal, man. L1. En naar rechts. Nee, doet niks.
Nee? Nee. Nee. Nog een keer. Nog een keer even op mijn tablet kijken. Chats. E-mailtjes. Waar is... Hè? Waarom zijn we nu in godsnaam helemaal hier? Helemaal omhoog. Duurt... Het is wel een langzame tablet. Het is een Android tablet, man. Ja, maar echt. Park the test trailer when all the crops are loaded. Park the attached trailer next to the combine you just used to gather the grain. Park the attached trailer. Moeten we dus gewoon naast die fucking... Ja, wat is dat combine? Nou even voor onzin? Het ligt toch hier? Ik zie die fucking shit hier toch op bergen liggen? Wat moet ik nou uit die fucking... uit die combine gaan halen dan? Het staat er toch, of niet? Ja, ik geloof het alleen niet. Als in... Ik snap niet wat ik moet doen nu. Moet je gewoon uit dat ding blazen, er zit ook nog wat op hier. Kijk. Ik zeg het toch, godverdomme. Is het een... Even kijken, nu moet ik het ook nog eens andersom doen. Oh. Andere kant, ja. Oh. Tegen die combine. Helemaal aan stront. Wat joh, het gaat bijna goed. Bijna. Ik ga wel even recht. Je kan ook gewoon rechtdoor rijden en dan naar achteren rijden. Ja, wat is dat blauwe daar, ja? Je weet niet hoe tyfus moeilijk dit is, ook in het echt. Het is echt bizar. Nee, nog een keer. Ik doe het nu op de quick and easy manier inderdaad, gewoon... Oh, hij staat aan die rechter. Tering. De quick and easy manier. Oh! Oh, jongen. Ja, maar dit is echt mad moeilijk. Ik moet zeggen dat dit is natuurlijk echt... In het echt had dat ding echt al lang helemaal aan bonken geweest. Godverdomme. Kan je niet gewoon niet door de achterkant van die schuur heen rijden en dan... Dat zou zomaar kunnen, maar dat stoppen. Is echt super cheaten. Terug! Mand! Godverdomme! Het lijkt wel alsof er een rem op zit. Zit hij met zijn theetje. Heerlijk, man. Ja, nu gaan we hem prakken. Nee, hij zit er tegenaan. Godverdomme. Is dit de Dark Souls van Farming Simulators? Ja. Tedious. Wat weet jij nou van Dark Souls, Jelle? Nou, verkeerde kant ofzo. Het is al wat duidelijk dat jij 5 jaar lang al niks snapt van Dark Souls. Nee, ik snap ook helemaal niet. Dus kan je dit nou zeggen, man? Beter. Kijk. Terug. Plonk. Terug. Plonk. Heel raar. Klonk. En nu loslaten gewoon. Ja. Ik zet hem gewoon even kijken hoor. Pak hier hem even heel netjes. Zo ging het in het echt natuurlijk ook wel eens als ik dit soort dingen moest doen. Zo lang ook? Ja, natuurlijk. Het is fucking moeilijk om een soort van, je moet tegengesteld rijden. Je kan het echt, en helemaal met een controller. Is het echt niet te hakken. Denk je dat ik dat... Nee, volgens mij is die... Ik hoop wel echt dat die chat gewoon echt een chat is. Dit wordt wel echt de tofste item ooit. De tofste video item ooit. Gaat ook helemaal de... Ja. Je hebt hem niet helemaal recht. Die boer was lang uitgestapt, had het gewoon met de hand gedaan, man. Nee, terug. Oh. Juist. Had hem helemaal goed staan. Nee, hij ging schrijven, doe jij het eens. Doe jij het eens, een teentje. Even kijken.
Zou je net zien dat jij hier zo'n naar talent voor hebt? Weet je, dat je me zo even, net zoals mijn woordje, zo piep, 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 naar achter raad hij me zo in. Ik ga hem in één keer doen wel, man. Ja, dit gaat wel goed. Ja, maar nu ga ik dus te veel schijn, zie je het? Ja, je moet het inderdaad eens bijsturen. Ja, dat is de goede kant, hoor. Wat ga je doen? Oh, hij gaat terug. Oh, hij gaat terug. Wat doe je nou? Je stond er bijna. Ja, maar ik wil hem in één keer goed hebben. In één keer? Het is toch niet meer in één keer? Dit. Jawel, man. Nee, man. Het is nog steeds één vloeiende beweging. Nog steeds niet in één keer. Hij gaat hem even duwen. Dude, hij moet gewoon zo, man. Dit is te moeilijk, man. Ik zweer het. Ja, maar dit is dus het ding. Het is in het echt namelijk ook heel moeilijk om zo te rijden. Ga even een rondje doen. Hij gaat hem gewoon zo doen. Het zou echt sick zijn als dat gewoon kan. Ik kan dus gewoon wel. Dat zou toch wel moeten doen zo, toch? Misschien moet je gewoon die combine in nu. Het staat inderdaad wel gewoon zo. Moeten we even naar je tablet, denk ik. Check je tablet, man. Ja, want het ding is, altijd als je hier iets goed doet, doet hij eens... Maar dit ding staat er nagenoeg gewoon... Ja, maar dat is precies niet goed in dezelfde vorm. Moet ik hem ontkoppelen gewoon? Ja, dat zou ook nog kunnen. Ik denk dat het gewoon in de dingen staat, man. Krijg toch de graf tyfus, man. Het staat gewoon in je tablet. Wat je moet doen nu. Hoe doe je dat? Mel? De boven, denk ik gewoon. Ja. Pouring the crops. Oh, dat was die L1. Operating the discharge pipe. Sick. Dat is denk ik dit ding. Maar ik denk dat je dat misschien in de ding gewoon doet. Of er is ergens een side console ernaast. Nou ja, nu gaat de ding naar beneden. Ben ik er weer in getuind. Zit ik nou weer de good game te spelen? Ja, ik wil ook wel. Ik wil verder spelen. Ik zweer je, deze staat nog niet goed. Bij alles wat je in blauw doet, doet hij plink en dan gaat het weg. En dan gaat het naar de volgende. Gas. Dat zou het gewoon moeten doen. Hier, het is nagenoeg. Dat is echt super irritant. Okay. Ja, je denkt niet dat je hem hoeft te detachen, dat zou onzin zijn. Ja hoor! Je hebt er afgeschoten. Ja, what the fuck? Ik zit vast. Zit jij vast? Doen. Ga mij, man. Hoezo kan je hier druk nou? Hoe kan je nou hier druk van worden? Ik ben echt super chill. Je zou toch zeggen hier bovenop dan? Dat zou kunnen misschien wel. Want dan zouden we op moeten kunnen klimmen. Ja, het is dat die arm. Dat lijkt me de discharge. Ja, dat zeker weten, maar. Alsjeblieft. Even kijken. Het is... Beetje wachten.
eentje. Oeh, scherp hoek hier. Jelle? Ja? Ik ben er helemaal klaar mee, weet je het? Ja. Waarom? Dit is tergend. We hebben hem precies op de plek gezet. We zijn hier echt nu al zo lang mee bezig. Dat is waar. We zijn wel best wel lang bezig met dit vrij simpele dingetje. Wat ben je nou aan het doen, man? Ik probeer hem gewoon heel netjes erin te krijgen. Makkelijker met als je niet in de cockpit zit. Het zou toch goed moeten zijn, toch? Crop transport. Attach the trailer. Pour the crops in de tyfus trailer. Hallo. Ik had het voor gezien, man. Ja? Ik word hier echt helemaal wild van. Ik vind het wel vet om dit soort dingen te proberen. Ik hoor echt in mijn hoofd. Hallo, darkness, my old friend. Waarom? Omdat ik hier echt diep ongelukkig van word. Nou, dan ga je toch, dan speel ik toch lekker in mijn eentje even veel. Ik ga nog een keer mijn iPad lezen, man. Pouring the crops. Park the attached trailer next to the combine. You just need to gather the grain. Remember to place it by the discharge pipe. To start pouring the crops from the combine harvester, you have to sit in the harvester first, then extend the discharge pipe. Okay, we hadden dus gewoon in die shit moeten zitten. Yeah, when all the crops are loaded into the, like, operate the discharge pipe. Okay. Zo werkt het dan. Tergend. Ik schop nu de hele set ook omver. Hier, daar gaan we. Ziet er super goed uit. Werkt echt als een trein. Ik ben aan het storten. Ja hoor. Psyched. Wat, is dat het? Transport the crops to the granary. Oké. Okay. Sick. Ik zit ook vast. Alright. Aan de andere kant naar binnen. Kijk. Zo rijdt hij hem ineens, rijdt hij hem echt vol recht naar achter. Helemaal top. Kijk, het zonnetje gaat onder. Naar de graanschuur. En dan moeten we transferen naar de silo. Upgrade. Ja, en nu? Nee. Transport the crops to the granary. Dat is toch precies waar ik sta, jongens. Oh. Heel gek. Wat moet ik upgraden dan, jongens? Wrong angle. Offloading the crops. Well done, farmer. Let's move to the next stage, turning together to the drive into the unloading ramp. Remember, you can stockpile different types of crop in the grain store. En dit is tergend. Want nu... de verkeerde hoek. Wat doe je dan, hè? Naast tegen het randje aanrijden. God. Laten we gewoon even kijken of we dit ding kunnen draaien. Het is best wel vast. Dat is... onzin, jongens. Juist.
Taats. Nu zit hij wel rechtig. Nee, nog steeds niet. Boom. Oké, gaan we even nog een rondje rijden. Oh nee, dat hoefde niet. Ik kon niets doen. Goed, jongens. Ik moet zeggen, wederom, ik ben super rustig. Ik kan wel echt me voorstellen dat jullie hier naar zitten te kijken en denken van... Ik ga de video uitzetten. Dat snap ik ook heel goed natuurlijk. Maar ik sta er nu op, sort of. Hoe deed ik dit ook alweer? Detach? Nee. A drop. Kijk! Gaan we. Ik kan helaas de camera niet draaien. Oké, wel. Nou, het gaat gewoon in het ding. Dat is helemaal toppie gedaan. Transfer the crops from the silo. Moet naar de silo. En bochie. Oh. Stop. Pats boom. Oh, ik zag net turn on. Nou. Gaan we gewoon weer kijken hoe dat moet. Excellent, the crops have been added to the silo. You can take them back. Jezus, ik moet ook gewoon terug. To transfer the crops back from the park it under. En doe R1 en vierkantje. R1 en vierkantje is leave the fucking vehicle. Detach. De Argentijn. Tof, hè? Jongens, het staat toch fucking goed zat zo. Nee, hij moet niet losgekoppeld. Hij moet... Transferring the crops. R1 en vierkantje. To transfer the crops back from the granary, just park the trailer under the silo, shoot and load them up. Do this just by press. The granary can be further expanded by building blah blah blah. I don't have... R1 en vierkantje. R1 en vierkantje. Oh my god. Soms werkt het wel, soms werkt het niet. Het is echt niet zo. Oké, at the purchase center. Heel sick. Kijk, ik ga er niet in. Ik ga er even omheen. Oh, long the time. Oh. Oh, dat is best wel ver. Dat is sick. Kan niet schakelen of zo. 16. Nou, dat is mijn snelheid. Ik ga trouwens gewoon door het veld. Zo, ligt hier gewoon 1,5 ton aan spul op de grond. Daar rijd ik gewoon overheen. Check dan, dat ziet er wel sick uit. Redelijk mooi voor een farming, voor een simulator game, of niet? Dit gaat echt heel lang duren. Heel erg lang zelfs. Misschien moet toch, nee, over de weg gaan niet per se sneller. Is dit water? Nee, dit is een weg.
Hier, 30.000 piek. Het is een grote boerderij, dat zeker. Ik ga hem daarheen. Deze man rijdt hem daarheen. Nog 450 yards. Hier is de graansilo 2. Oh, daar is een hek. Paats, jezus, daar zie je toch helemaal geen flikker. Even kijken. Hoe doe ik het licht aan, Toppie? Ja, nog steeds. Ik word er wel rustig van. Beetje chillen. Oh. Beetje naar links gaan. Beetje naar rechts gaan. Ik ben benieuwd wat ik hiervoor krijg. Hoeveel money... Oh, kijk nou. Andere auto's. Wat sick. Ik zit hier gewoon bij een soort van... Ik zit gewoon in de buurt van de... Van mijn opzichter waarschijnlijk. Fuck de trein. Het zou heel sick zijn als je daar dan... Kijk, hier moeten we naar binnen. Dat is natuurlijk weer iets heel moeilijk. Dan moet het waarschijnlijk weer storten. Oh, 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 oh. Ja, dat staat best wel goed. Waarschijnlijk... Weer cellen. Toch? Drive to the purchase center and sell a total. Ja, cool. Ik wil het cellen op dit moment. Laat me het cellen. Hoe? Cell. Pats. Ik ga het weer offloaden. Offloading the baggage. Ik kan me voorstellen dat ik het... Nee, dat keep ik best wel netjes. Oké, het maakt dus niet zo heel veel... Het neemt af en toe heel nauw en af en toe niet. Dat is een beetje gek. 2000 piek maar. Jezus. Ik heb het nu verkocht. Mag ik nu weg? Oh. Dit moet nog een paar keer gebeuren. Of wat? Hoeveel heb ik nu verkocht, jongens? Waar staat het überhaupt? Weet je wat? Ik heb nog even tijd om. Ja, oké. Dat is helemaal niet makkelijk. Dat ik niet gewoon een rondje kan rijden. Ik kom zo terug, wat zei ik. Maar even kijken hoor. Kan ik hier zien hoeveel ik gedumpt heb of wat? Schmemblet, statistics. Kijk, fields. Ik wil weten wat ik heb. Hoe weet ik nog wat ik heb gedaan? Dus, weet je wat ik ga doen? Oh, ik ben nog niet klaar. Klopt dat? Zit er nou niks? Zit er niks meer in? Nee, er zit niks meer in, maar ik moet nog wel dingen neerzetten. Dus ik moet gewoon meer gaan maaien. Dat snap ik op dit moment. Maar het is inmiddels ook alweer 11:11 s'nachts. En als er melkfeest staat, dan moet je er om 4:30 eruit natuurlijk. Wat gebeurt hier? Ik kom daar aangereden. Heel sick dingetje. Wat is dat? Oh, een heel klein maaiertje. Maar ik weet niet eens hoe ik mijn fucking huis kan vinden nu op dit moment. Het is ook leuk dat je door kan rijden terwijl... Ah nee, ik kan niet meer sturen. Even kijken, de map. Zoom uit. Werkt ook niet, dat is ook zo sick. Searching, home. Searching the home. Hier ergens. Kijk. Dit, nee, dit, hier. Dit is hem. En het is niet dat je dat dan even kan marken of zo. Ah, toch wel. Of niet? Ik ga dit net de verkeerde kant op. Ook zo langzaam. Kan je niet op fucking rabbit speed in plaats van op het schildpadje. Het ligt echt heel laat in bed. Die tijd gaat zo moeilijk snel. 2 seconden op een minuut. Dat wordt natuurlijk gewoon niet slapen vannacht. Terwijl we er om 4:30 uit moeten om de koeien te doen.
Ik weet ook niet of hij... Waarschijnlijk moet je ook gewoon slapen in die game natuurlijk, maar... Voordat ik thuis ben... Is het 3:00 s'nachts, denk ik. Ik ga... Oké, hatsé, shortcut. Through the fields. Field nummer 36. Zoveel fucking dingen kan je toch niet tegelijk doen, jongens? Man. Ik begin wel een beetje te snappen. Je hebt natuurlijk gewoon heel veel verschillende crops en wat dan ook. Ja, ik zie het mezelf. Ik weet niet of ik mezelf zie spelen, omdat er andere dingen zijn. Maar vind ik het kut? Zeker niet. Heel raar, want het heeft natuurlijk, ja, het blijft gewoon een management game. Ik dig het stiekem wel. Ik vind het ook gewoon, ik vind het tof. Ik kan me voorstellen, ook sommige dingen vind ik niet tof. We hebben natuurlijk ook wel eens... wat is dit nou? Oké. We hebben natuurlijk ook wel eens vrachtwagen dingen, simulators gespeeld. We hebben ook wel eens... Gabelstapler. Godverdomme. Heftruck. Dingen gespeeld. De heftruck shit vind ik niet tof. Eurotruck vind ik ook nog wel leuk. Truck simulator. Maar dit ook. Dit is toch wel tof. Waarom? Ik kan het je niet helemaal uitleggen. En wat ik zeg, het is ook niet dat ik het ga spelen omdat ik andere dingen liever speel. Maar ik ben inmiddels thuis. Precise Satnav, ja zeker weten wel. En nu gaat deze agrariër te bed. Kan dat? Of kan dat niet? Ik heb hier geen bed in mijn huis, jongens. Ik hoop dat hier in het echt de trap zit omhoog. Oh, ik weet het al, man. Het is ook echt een boer, of in ieder geval, het is een loonwerker. Dit is de algemene ruimte. Dus deze man is ingehuurd om dit te komen doen. Een loonwerker. Dus nu snap ik eigenlijk helemaal... die slapen natuurlijk niet. Die gaan gewoon door totdat ze klaar zijn. Dus dat is hoe het werkt. Misschien moeten we dit, net zoals dit natuurlijk vaker... Je kent het wel bij GameKings. Veel tijd voor voorbereiding hebben we niet. Nul ongeveer. Dit was even het exploratierondje, even kijken hoe het werkt. En misschien bij een volgende Let's Play, al weet ik dat niet, maar misschien een keer in een livestream of wat dan ook, spelen we dit verder en kan je zien hoe het verder in zijn werk gaat. Maar voor nu gaat deze boer naar bed.